hadden we al in een paar gedaantes gereden met benzinemotor, ook wel met de dieselmotor. Maar nog niet als all-wheel drive. Nou is het misschien voor Nederland ook niet zo'n hele relevante auto. Maar in ieder geval de enige versie die Jaguar's all-wheel drive levert, is de 180 pk diesel met automatische transmissie. In een andere motorconfiguratie is hij dus nog niet met vierwielaandrijving. Nou, in principe in de basis is dit natuurlijk een achterwiel aangedreven auto. En ook als deze all-wheel drive versie gaat nog steeds 90% naar achter, 10% naar voren. Dus bij normaal rijden merk je eigenlijk praktisch niks dat het een vierwiel aangedreven auto is. Pas in extreme situaties, als je grip verliest, als dus de achterwielen grip verliezen, dan gaat hij dus aandrijving naar voren sturen. Dat gaat allemaal razendsnel in duizendsten van seconden, zodat je daar gewoon meer grip op de voorwielen krijgt en wat minder op de achterwielen. En de auto dus gewoon nog steeds netjes de bocht doorkrijgt. Zoals gezegd, hier in Oostenrijk is dat soms heel nuttig, vooral als het besneeuwd is. Maar in de Nederlandse omstandigheden zul je daar natuurlijk niet zo heel snel wat van merken. Dat je met een all-wheel drive, sommige mensen willen het graag hebben. Misschien ook wel vanwege hun wintersportreizen die ze 1 of 2 keer per jaar maken. Maar ja, normaal gesproken, bij een normaal rijgedrag merk je daar niks van. Het was toen ook een beetje, ja, misschien moet ik het zomaar eens vergelijken, dat toen mensen voor het eerst ABS kregen, zeiden ze, ja, hij remt wel een stuk beter met ABS. Maar in principe remmen de meeste mensen nooit zo hard dat het ABS in actie komt. En waarschijnlijk zal ook niemand zo extreem rijden dat ze echt gaan merken dat die all-wheel drive ze helpt om uit een benarde situatie te komen. En hieronder de kap ligt een 4-cilinder 2 liter dieselmotor, de Jaguar zelf ontwikkeld, de Ingenium motor zoals die dan heet. 180 pk, 430 Nm koppel, dus daar kom je heel goed mee van de plek. En het is natuurlijk zo'n motor gekoppeld aan de bekende achttraps ZF automaat, die we ook in andere merken, bijvoorbeeld BMW, terugvinden. En ja, dat is gewoon een fantastische combinatie, zeker met dat enorme motorkoppel wat je hebt. Ja, er is gewoon altijd voldoende trekkracht voorhanden. En natuurlijk lekker weinig toeren. Als je op de snelweg rijdt, ja, dan komt hij nog niet eens aan 2000 toeren als je 130, 140 rijdt. Kijken we naar de concurrenten, dan zien we dat zowel Audi, BMW als Mercedes-Benz ook een vierwiel aangedreven versie met een dieselmotor leveren. En die opereren ook allemaal wel een beetje in dezelfde prijsklasse. Deze auto kost dan net iets meer dan 51.000 euro. Daarmee is die 5600 duurder dan de versie met alleen achterwielaandrijving. Dat verschil zit natuurlijk deels in iets hogere ppm, want hij heeft een wat hogere CO2-uitstoot. Hij verbruikt ietsje meer brandstof en stoot daar wat meer uit. Als je naar de specificaties kijkt, dan zie je dat die all-wheel drive een tikkeltje zwaarder is. Logisch natuurlijk, er zit wat meer, er zitten sowieso extra aandrijfassen in natuurlijk naar de voorwielen. En een regeleenheid om de aandrijfkrachten te verdelen. Maar toch is het maar 50 kilo, dus deze all-wheel drive zit dan op 1615. Dus een tikje zwaarder. Maar valt daarmee nog wel in dezelfde categorie motorrijtuigenbelasting, mocht het al relevant zijn. Jaguar wil met deze auto natuurlijk heel graag een groot stuk van de taart in dit segment. Waarin de 3-serie, die Audi A4, de C-klasse, de Lexus IS, straks de Alfa Giulia. Toch een belangrijk segment waar ook wel best goed geld valt te verdienen. En ik moet zeggen dat ze er heel goed in geslaagd zijn om daar gewoon een mooie auto neer te zetten. Even los van dat dit een all-wheel drive is, maar gewoon zijn looks, hè, zijn exterieur, zijn interieur, is wel een heel onderscheidende auto. Dus in zijn segment maakt hij daar zeker een hele goede kans. En wat mij betreft een auto die je zeker zou moeten overwegen als je in deze klasse een auto gaat kopen of leasen.